Ja, mout, je hebt uh, net nog een uurtje getraind. Heb je uh, tijdens die training het weekend nog uh, laten passeren in je hoofd? Ja, absoluut. Uh, het is natuurlijk een WK waar je een heel jaar uh, naartoe leeft. En dan uh, haal je daar een bronzen medaille. En dat is iets, uh, iets, iets supermoois. En uh, helaas wordt dat dan op dit moment een beetje overwoekerd door, uh, ja, door andere zaken. En uh, dan, dan zit je toch wel met een raar gevoel op de fiets, moet ik toegeven. Ja, welk emotie komt dan naar boven drijven? Nou, er zijn heel veel verschillende emoties eigenlijk en dat is het lastige. Want je bent natuurlijk uh, blij dat je weer een, een, een podiumplek hebt kunnen halen bij, uh, bij een WK. Het allereerste WK voor de dames onder 23, dus dat is toch wel iets aparts. En uh, ja, dan, dan ineens uh, komt alles uh, naar boven over, uh, over verhalen over Femke. En dan, dan is het toch wel iets waar je over, over na gaat denken en waar je dan... Uh, ja, het is vooral vervelend dat je vooral heel veel telefoontjes krijgt over, over het geval Femke in plaats van over de bronzen medaille. Dus dat is toch wel, ja, dat, dat is een raar gevoel. Ja, het overschaduwt eigenlijk jouw prestaties. Ja, precies. En uh, ja, dan kun je zeggen: ja, het is brons. Ik had natuurlijk ook liever goud gehad. Maar uh, na de, de wedstrijd gezien te hebben, moet je ook tevreden zijn met de bronsmedaille. En daar ben ik dan ook zeker. Uh, maar maar het, het wordt inderdaad een beetje overschaduwd. En dat is niet alleen bij mij het geval. Dat is ook het geval bij uh, de Dames Elite. Want Talit heeft natuurlijk wel een prachtige wereldtitel op zak. En alles wordt een beetje overschaduwd, inderdaad. Ja. Op zich ook niet vreemd, eh, want mechanische doping is echt iets nieuws. Eh, er werd heel vaak over gesproken. Sven Nijs zei: ja, we hebben daar heel lacherig over gedaan. Eh, eh, vaak kwam het in de media voor, maar niemand geloofde het. Ja, en dan zie je dat er gewoon een directe concurrent van jou, nou ja, naar het schijnt, nu al gebruik van heeft gemaakt. Ik kan me voorstellen dat, ja, dat dat ook in het peloton als een klap aankomt. Ja, ik denk wel dat er ja, komt echt wel als een klap aan. Ik heb uh, veel uh, ploegenoten en dergelijke, ook uit België gesproken. En uh, ja, het, het komt echt als een klap binnen. Ja, ja zeker omdat het inderdaad, het veldrijden is een, een kleinere sport. Iedereen uh, weet van elkaar, wie, elkaar uh, ja, wie we allemaal zijn. We spreken elkaar bijna dagelijks. En uh, ja, dan, dan komt zoiets echt, dat raakt je recht in je hart. Ja. Ja. Uit gesprekken met meerdere rensters hebben we uh, begrepen dat er eigenlijk al werd gespeculeerd hè, over haar prestaties. Uh, omdat zij in de laatste maanden eigenlijk ontzettend goed reed. Uh, ja, wat krijg je mee van die uh, gesprekken, van die ja, speculaties? Ja, ja, er wordt inderdaad over gesproken. En, uh... Nou, de laatste weken ging dat inderdaad in de peloton de ronde in. En uh, dat is niet alleen in Nederland zo geweest, dat komt vooral uit het Belgische kamp. En uh, ja, dan ga je daarop letten en dan ga je erover nadenken, uh, bijvoorbeeld in de Hoge Rijden, dat dat niet gewisseld wordt. En ja, allerlei rare dingen die dan bij elkaar komen. En uh, ja, dan krijg je zulke speculaties, komen dan naar voren. Ja, de Koppenberg-cross, daar werd eh, ook heel veel over gepraat de afgelopen dagen. Eh, zelfs Michael Rasmussen, een bekende wielrenner, heeft de tijden eh, getwitterd over eh, vooral de, de Berg-Koppenberg. En ja, daar viel op dat ze inderdaad 10 seconden voorsprong had bij de profs eh, ja, met de wereldtop. Ja, dus, dat is natuurlijk wel op, ja, opvallend. Ja, op dat moment zelf, eh, ik heb natuurlijk de Koppenberg-cross ook teruggekeken. Ik reed zelf ook mee. En dan zie je haar inderdaad heel hard rijden. En dan denk je, nou, ja, dan heeft ze supergoed gepiekt naar dit moment. Het is een Week voor het EK, um, ja, dan heeft ze dat perfect zo uh, uitgekozen, en nu dit dus allemaal naar voren komt, dan denk ik ja. Het was inderdaad apart. En, en, en dan... Op dat moment durfde je niet te twijfelen over haar prestaties. Nee, absoluut niet. Want ik, ik, ik bekijk altijd het positieve in iemand. En dan denk je ja, iemand heeft er heel hard voor gewerkt. Ik zelf werk ook heel hard voor mijn prestaties. En dat zal iemand anders dan ook wel doen. En uh, ja, dan ben je, kun je alleen maar zeggen, nou, dat heb je super knap gedaan. Je bent, bent goed bezig. En op momenten dat dit dus naar voren komt, ja, dan. Dan denk je, ja, het is allemaal wel heel apart. En dan ga je anders, anders dat tegenaan kijken. Ja, uh, we weten natuurlijk niet of zij uh, inderdaad nog schuldig is. Dat, dat moet bewezen worden, heeft er wel alles schijn uh, van. Zij heeft gisteren ook een haar verhaal gedaan uh, in de Belgische media. Heb je het interview gezien? Ja, ja ik heb het interview gezien. En ik moet uh, heel erg toegeven ja, of ze schuldig is of, 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 of niet schuldig is, ja, daar dat zullen de feiten uitwijzen. Uh, als je het interview ziet, dan. dan Vind ik het een raar verhaal, omdat ik persoonlijk weet dat ik bepaal welke fietsen er in de post staan. Deze worden bij ons bij de KMW allemaal gecontroleerd voor een WK. Dus de KW weet ook zeker dat er geen rare dingen in de fietsen gebeuren. Dat is wel een goede zaak, vind ik in Nederland. Als overigens in België gebeurt dat niet. Um zij regelen ook welke fietsen wanneer in de post staan. Maar ik bepaal zulke dingen allemaal zelf. En ja, ik ken Femke persoonlijk natuurlijk ook. En ik weet dat ze jong, ambitieus en ook redelijk naïef is. En dat zij die dingen niet zelf bepaalt. En dat zij, haar entourage, echt eh, bezig is met haar fietsen. Met, met haar bandendruk. Met wat zij moet doen. En. Eh, nou, dan, dan denk ik ook, ik denk ook oprecht dat het geen idee van Femke zelf is. Zij is 19 jaar. Zoiets uh, komt niet in je op. Je bent daar totaal niet mee bezig. Want je bent natuurlijk als klein meisje begonnen met fietsen, omdat je fietsen leuk vindt. En niet om uh, per definitie ja, andere dingen met, met je fietsen te doen. Uh, je nou, die best... Druk komt dan van de externe factoren, dus van haar, vanuit haar omgeving. Ja, dat, dat denk ik wel, want ik ken, ik ken het Femke natuurlijk persoonlijk ook. En, en ik kan me niet voorstellen ja, dat zoiets in je hoofd uh, opkomt. En uh, ik, ik denk dat er ja, andere mensen invloed op gehad hebben. Ja. En dat vind ik wel heel triest voor iemand van 19 jaar. Want ben je boos? Ik, ik kan me voorstellen, je bent tweede geworden op een EK. Uh... Je kon de eerste worden, maar ja, die, die prijs ging naar Femke. Stel, het blijkt nu inderdaad dat zij uh, in die maanden ook uh, gebruik heeft gemaakt van die mechanische doping. Ja, ben je dan boos of meer teleurgesteld? Nou, vooral teleurgesteld mocht dat naar buiten komen. Want uh, ik zal heel eerlijk toegeven, ik was, ik was, Achteraf ben ik blij natuurlijk met het zilver, maar op dat moment was ik ook echt teleurgesteld. want ik kwam daar echt, echt voor goud en, en niet voor zilver natuurlijk. En uh, ja, achteraf gezien heb ik dan. Uh, ja, ook, ook echt wel met een teleurstelling gezeten. En dan had je die momenten toch anders kunnen beleven. En dat vind ik dan wel uh, ja, heel vervelend.